Succes jongens, laat elkaar leven. Ja, laat elkaar leven boys. Zeker. Lekker van. Oh, Cheetah, Jezus. Oh. Oh. Hey. Om in één keer de rocket kwam is zijn naam eer aan. Sorry. Ja, je maakte je naam wel weer waar, Smash. Jezus. Hij kan me een keer voorbij schieten, dat is gewoon niet normaal, joh. Levensgevaarlijk. Oh, die vleugeldamage is wel heftig altijd meteen, man. Ja. Hij kan het niet doen, maar hij kan meteen een keer zieken. Hier wil je echt geen vleugeldamage hebben, man, met, met kops en shit. Uh-oh. Wow, zware auto, niet? Ja, niet een beetje ook. Zo, Raccoon Dog, track limits. Nee, hey, dat doen ze niet aan hier. De eerste keer dat ik rij met zo'n zware auto. Ja, ik ook. Ik zit hier een beetje drama. Kut, ik weet niet wat de overtekening is. Vijf momenten achter elkaar. Ah, ik heb hem gevonden. Ik ben verbaasd dat we nog geen ongeluk hebben gehad. Hm. Niet ongeluk. Oh, we do. Nee, met drie banden naar de kut. Dat wel. Oh, er was wel een ongeluk? Oh, dat heb ik niet gezien. Sorry. Ja, maar heel zachtjes. Er valt eigenlijk niks voor, maar ja. Die Raccoon Dog, jongen. Neem toeristische route de hele tijd. Even zwaaien naar het publiek. Okay, ik heb hem heel slecht aangezeten. Dit is een beetje drama. Echte bocht. Ik durf nog niet ernaast te zetten, Niels. Ah, je moet het zelf weten. Misschien, ja, misschien doe ik wel even een Alphys versus Raimundo. Oh. Oh. Heb jij al wel op Heavy Fuel gereden dan? Ja, ik heb van de week op 100% al gereden. Zo. DRS is now available. Toen had ik wel wat flashbacks moeten gebruiken hoor. Gaan we hier Max en Hamilton krijgen of Een beetje naar een muurtje toe zo? Het kan dus wel, het kan dus wel! Het kan wel, hè? Ah, kut Niels! Oh, ik ging van je graf op! Lul! Ja, ik zat helemaal naar links toe! Ja, godver, ik ben klaar. Oké, okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you're too fast. Niels, dit zijn dure punten, man. Ja, ik weet het. Maar ja, ja als ik vandaag toch gewoon rear-end word. Ja, waarom ging je van je gas al? Hey, maar omdat ik helemaal aan de linkerkant zat, ik kon... Hey, maar boys, ik kan mijn fuel mix gewoon aanpassen. Hey, nee, ik zat nu wel tijdens safety car. Oh, tijdens safety car wel. Ah, oké. Okay. Goed dat je zegt. Ah, ik moet ook pitten hoor. Ik heb een vleugel kapot. Oh, jezus. Dat is wel erbij.
maken, want dan kan ik het hard schrijven. Dat wel nu. Eerst de DNF. Oh, dat is ook echt een DNF? Oh, kut, sorry. Ja, daarom zeg ik, dure punten. Oh, ik had de DNF niet gezien, jong. Oh, sorry. Wie is er dood? Niels. Het is al lang die virtual safety car. Dat is cool. Ja. Ja. Green flag. Oké. Okay. Heeft iemand ending gehoord? Nee. Ja. Ja, ik hoorde een mail even precies in de bocht bij mij. Ah. Kan niet gehoord. Hadden we toch uiteindelijk toch een Max en Hamilton, Niels? Sorry. Ja, het ging zo goed, hè? Het ging zo goed. Was het ook op dezelfde plek? Ja, het overleefde gewoon. Nee. Weer het niet. Twee door kops, hè? Het ging gewoon met z'n twee door kops. Alleen bij mij is zijn bekken schiet fout. Ik kwam met z'n twee door alle bochten heen vanaf bocht, wat was het? Hoe heet dat? Met de finish daar. Ja, maar wanneer nog een keer rijden op harde banden? Dat is wel even kut. Dat was niet echt de bedoeling, maar ik kon ook niet achter je blijven. Ja, dan ga ik ook. Dan gaan ze door even zitten, wacht een sec. Oké, clear. Ik moet mijn team gewoon nu gaan coachen. Smash. Dat waren de appen. Ja. Ik vond het niet weer goed maken. Smash wil onze eigen lobby oprichten, dan geef ik daarvan punten. Zeker. Ja. Het ging te lekker. Bandjes nog wat dik. Nou, Blaas, nog maar eentje. Ja.
Nou. Waar is het spannend? Nou, nergens. We moeten naar de safety car queue. Ah, oh, de safety car? Oh, ja. We kunnen wel het commentaar die ons in Smash zetten. Ja, ja, ja. We maken een hele spannende televisie, we gaan iedereen zenuwachtig maken. Van die chillen. Ja, ja, zeker. Koos, ik kwam net akelig dichtbij alweer. Ja, ik zat in DRS, jongen. Oh, ho, oh, oh. Ho. Veiligheidsauto. Moet nog eens in Nederland zitten. In het Engels. Ja. Oh god. Dat is het eerste wat je moet doen, hè? Ja, eigenlijk wel. Dus vergeet mijn Steam op Engels te zetten. Je kunt kiezen, de tekst in het Nederlands en al de rest alles in het Engels. Ja, maar ik heb nu alles op Engels gezet, maar nog eens de tekst altijd in het Nederlands. Ja. Best Raccoon Dog. Raccoon Dog is out of the race. Maar dat is heel weird. Nou, ga er voorbij. Pak hem. Pak hem. Het staat eten bij mijn beeld, zag je dat? Ja, ja, ik zag het, ja. Raccoon Dog, even aan de kant. Oké, Smash, je ziet er echt heel treurig uit dat we daar zo onderaan die ranglijst staan. Overgang naar Alpine is nog niet een succesvol. Goed om te zien dat de safety car weer goed werkt. Nou ja. Stay behind Niels stond heel even. Ja, ja, dat is anders zo. Als je over, finish, over de finish gaat, kom je al op DNF, staat even dat je daar voorbij moet gaan. Ja, oké, hoe lang duurt dit nog? F1 2020. Na deze ronde denk ik. Nou, hè, blast. Rij even dat er is niet per se een probleem of zo, want dat staat er gewoon er is geen last van. Maar dan komt dan rij je voorbij die pitbox en dan staat er dat je dat onderhand. Ja, met twee keer ben ik weer zo. Goed gewoon. Nou, blast, je kunt nu weer aansluiten. Ja. Zweet. Nou, ik sluit. Ja? Heeft al twee te bakken. Beuk ze allemaal uit, les. Zit er zo goed bezig voor je. Alf is bij mij in de buurt, hè? Love you, boy. En als je bij iemand bij de restart mee moet kijken, dan is het bij Koos. Je wil nog wel eens of te vroeg gaan of zo, en dat hij dan iedereen inhaalt en het afbeugt. Nee, omdat ik het eerste, in eerste instantie begreep ik het verkeerd. Ik dacht dat als er groen in beeld stond, dat je gewoon... Dat mag je beuken. Go to race was, maar... Ja, je mag pas na de streep mag je pas inhalen. Ja, dat wist ik dus toen niet. Dat is letterlijk één keer gebeurd, Niels. Kom op, zeg. Singapore was dat, geloof ik. Moet nog een beetje sensatie creëren. Ik heb het toch ook gehad in... waar was het? Ja, toen had je mij, ja, toen had je mij flink genaaid, Alvist. Dat vergeet ik niet meer. Maar nee, bij Japan was het Koos die iedereen inhaalde. Was dat Japan? Het was net hetzelfde. Ja, het was Japan met die grote crash. Dat weet ik niet meer. Ja, want daardoor crashte iedereen, omdat jij er voorbij ging. Toen ging iedereen maar. Ik weet Singapore en Monza. Monza was echt bizar. Oh, hij gaat naar binnen. Safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until green flags. Mensen. Safety car in this lap. Iedereen lekker aan het wieven. Had Koos wat kunnen doen. Ik hoef niks te doen, want ik ben sneller dan Raccoon Dog, dus ik pak hem sowieso wel. Kijken, waar zit hij? Dus ik ga meteen aansluiting bij Alphys. Nee, ik ga geen risico nemen. Ik pak hem sowieso wel. Er andere dingen die 3 seconden voor de 6 gezegd hebben. Ja. En Joe neemt de PRS-rol op zich, hebben we al gezien. Ja, maar echt. En dan zou ik ze spinnen. Dat is voor een nieuwe strategy option. Okay, dan moet ik de eerste bocht halen. Ja, Koos. Dat is eerder, Raccoon Dog die bij Alphys staan de deur. Caps. Maar dan houdt hij toch niet vol. Kijk, ik ben nu alweer aangesloten. Ik weet niet wie het is, maar ik hoor dat ik keiharde RPM is. Ja, Koos heeft hem. Had hem. Wat hoorde je? Jan Buk weer, fuck. Die RPM is. Oh, zit hij er nog steeds erin? Ja. Maar ze hebben niks in die game gedaan, ze hebben gewoon de game opnieuw eruit gebeurd. Verbaast het je? Nee, eigenlijk niet.
Dat is zo jammer, er zit zoveel potentie in deze game en dan zoveel kut dingen die er altijd in zitten. Ja, en nu zit de IA erachter, dus verwacht maar niks. Ja, een beetje schandalig eigenlijk. Dan zit dicht op show stoppen. We zien hoe dichtbij ik kom. Ja, ik pak hem sowieso wel, ja. Ik ben sneller, dus... Ja, gek, pak bijna een Sidda. Precies, jij rijdt op harde banden. Maar enjoy, pak nou bijna cheater gek. Oh, oh! Even buiten de baan. Dit is gevaarlijk. Gaat enjoy je wat doen? Nee, hij is nog heel. Hij rijdt nog. Geen nog. Ik ben nog niet. Zo, en weer gassen. Ik krijg nu alweer een safety car. Als je gewoon lang genoeg stil blijft staan, dan komt er vanzelf een safety car. Ja, shit. Volgens mij is dat wel een ding op het moment. Dat je gewoon als je stil gaat staan, dat er op een gegeven moment... Ja, het kan ook een virtual zijn misschien, maar... Ja. Oh, helemaal je win. Gewoon overal langs heen schudden. Ja, niet meer, Koos. Ja, daar gaat hij. Oh, daar gaat hij goed. Oh. Oh. Is hij in de stream? Nee, nog niet. Nee. Maar we zitten nog naast. Jullie hebben gewoon... Goed. Jullie geven gewoon commentaar dat voorloopt nog voor de stream. Dat is wel mooi. Ja? Ja, dat lijkt me wel, toch? Streamer delay. Nee, yes! Ik heb hem! Ook met delay. Zij het toch? Maar je kijkt gewoon één game, of niet? Ja, maar wij praten ook met delay, omdat gewoon... Oh, zo. Oh ja, tuurlijk. Laat maar. Ja, dat blijft hetzelfde. Oh, 40 geel. Klein kantje. Maar ik kan nu op jacht als een teamgenoot natuurlijk. Ik heb niks dan respect voor Alvest. Enjoy is lekker aan battle hier. Maar hij gaat de koel ook op zoek pakken, dat is een belangrijke vraag. Nope. Oh, nee, dat denk ik niet meer. DRS is now enabled. Hey jongens, mijn Jeff zegt dat mijn laptop zo omlaag gaan. Oh. Hoe komt dat? Heb je wel een vleugel nog? Of, nee. Kut Jeff. Oh. Stating the obvious. Yeah. Oh, oh, dat kan dichtbij hoor. Oh. Plekje van blast? Nee. Okay, clear. Ja, lekker ver achter jongens. Hallo en Wil. Hey. Oh, showstopper Raccoon toch? Ja, maar ze hebben een teamgenoot, die ga ik niet af. Oh, binnenkant misschien. Hij houdt in. En alles wat hij inhaalt. Alleen je teamgenoot niet, Show. Ja. De rest wel. Je vleugeltje geblest. Maar Koos zit ook nog lang niet veilig, hoor. Maar als Raccoon ook gewoon een extra stukje baan erbij neemt. En die cap zit er ook weer gewoon bij. Ja, ik wou zeggen, die Raccoon ook, jongen, hoe hij die bocht elke keer neemt. Schandalig. Oh, daar komt hij. Oh, ja. Nee. Nou, daar komt hij. Daar komt hij weer terug. Ja, dit wordt een... Oh, Raccoon Dog Koos. Ja, dit is mooi. Nee, dat is niet mooi. Ja, hou hem aan de buitenkant, Raccoon Dog. Oh, te wijd. Hey! Oh, zit er op vast. Always have to leave the space. Het was een poging tot Tiggy. Ik wou net zeggen, dat was een... Hey, Marke Masi, zit je mee te kijken? Dat is een poging tot uitschakelen, hè? God, dat is wel nu. Het zat geen commitment in Tiki. Die zit echt op showstopper. Wat gaat hij daar doen? Dit is heel lastig om hier achter te blijven. Oh, hij houdt in. Ja, daar komt hij. Oh, daar komt hij. Nee. Nou, hij houdt hem nog aan de buitenkant. Laat showstopper ruimte. Oh. Ja, hij laat ruimte. Oh, dat gaat hem heel veel tijd kosten. Soms moet je een beetje asociaal zijn. Nou, enjoy. Zit er ook bovenop nu. Die doet ook mee. In de Battle for Plexus. Nou, dit allemaal wel goed. Dit gaat niet goed. Ja. Nee, dit was een tikkie. Ja, dit is de auto. Dit moet je teruggeven. Dit moet teruggegeven worden. Wat? Die was waar. Let op hoe Raccoon ook deze bocht neemt, hè? Ja, ik ben erop aan het letten. Ja, dit kan niet. Dit kan niet. Dit is onacceptabel. Ik ga van mijn gas af om hem te halen. Ja, ik ook. Maar kan hij nog niet genoeg dan? Hij zit er niet te ver achter, denk ik. Hier zitten foutjes in. Oh.
Oh, cheater, ik geld. Er gaat cheater gek nu voorbij. Ja, die helpt niet af. En Enjoy helpt Raccoon Dog. Ik weet niet wat er allemaal aan het is. Maar Smash, we kunnen testen vandaag of ze in deze versie ook zoveel vloog als ze in de garage hebben. Ja. Hij heeft ze niet helemaal Nu wordt het interessant. Cheater gek en koos. Ik denk dat cheater gek eigenlijk wel iets sneller is, maar... Dat denk ik ook wel. Gaat Koos hard verdedigen? Ik hoop het wel natuurlijk, voor de entertainment van de kijkers. Ja, dat zal inderdaad wel... Je kent me toch? Pieter ging met die veel snelheid mee, Ik zie hem wel wieven hoor, die Koos. Ja, zag je hem bijna... Wat nou, man! Ja, jij was mooi aan het glijden. Dat is niet door, jij. Ah, hier gaat het nog niet lukken. Ik denk dat hij ver achter zit, Pieter. Ik denk dat hij iets heel geks gaat doen. Oh, nee, Heb ik het gewonnen? Ik heb het gewonnen! Jezus, push me af de trek! En Koos blijft erop zitten! Hij blijft erop zitten, Koos! Hij duwt hem gewoon naar buiten! Ja, hij push me af de trek! Zag je dat niet? Ja, dit kan inderdaad niet. Nou, nu komt het! Ja, nou, nu, dit wordt drama! Oh! Oh, nee! Geef geen ruimte! Dit goed gaat, jongens. En dan Joy zit erachter en die denkt, nou, trek maar! Oh, eng, jongen. Ja, ja, hier komt hij. Dit kan niet anders. Dit wordt hem. Yeah. Ja, ze is zo dicht erachter. Daar komt hij hoor. Koos is kansloos. Dit gaat niet pijnlijk. Binnenkant. Hij knijpt, maar ja, er is geen ruimte meer. Ja, misschien dat hij nu terug kan kruisen. Nee, dit wordt hem niet. Verder battle, hoor. Hij heeft heel diep inrem, maar dan moet hij wel gek zijn. Hou onder druk. Weet je nog hoe ik vorig jaar hier podium pakte? Nee, ik sta er niet meer bij. Maar... Ik wil zeggen, die laatste bocht was er alles of niets. Best. Ja, good boy. Ik ga weer een beetje curve daar. Nee jongens, eet iemand een bingo? Ik ga naar een ander circuit toe. Ja, wat gebeurt hier allemaal? Die denkt, ik ga vast hoger rijden. Ja, ik was helemaal niet bij. Toen bedacht ik me in één keer bij die 50. Oh shit, ik moet remmen. Ja, dat heb je wel eens, Oh. Dat Hamilton ook, die dacht, oh kut, ik moet ook nog remmen. Nou, waar is het spannend? Ja, Enjoy, die zit op Koos en is Koos nek te hijgen. Ja. En ik wacht eigenlijk nog op het moment dat Koos er aan die binnenkant van Kops komt te zitten, want dat gaat helemaal mis. Voel je in alles, hij slipt een beetje naar achter, frustratie begint een beetje op te komen. Lekker, wat ken je me toch goed, Niels? Ja, Enjoy kan hem lekker bijhouden. En ja, nee, ja dit stuk zie je gewoon, daar is Koos gewoon niet zo sterk. En dan zit hij gewoon direct achter. Ja. Hij heeft toch wel DRS. Oh, hij heeft toch wel DRS, dus hij kan nog hier de binnenkant dicht houden. En, hij probeert hem via de buiten. Ja, dat kan, dat past toch niet? Nee, dat kan niet. Nou, dat was wel een beetje tracklimits, moet ik zeggen, maar. Helemaal niet. Ik zie je nou, iedereen die me inhaalt, die houdt zich niet aan de regels. Ja, ik vond Cheetah vrij... Ik zeg het al jaren. Ah, duw die van de trek, man! Nee, ik duw die van de trek af, dat was waar. Sido is ook lekker aan het tittelen. Oh, en Joy vliegt wel wat op tractie. Ja, harde bandjes. En dan gaan de turbos weer bij Joy. Hij gaat hier toch niks doen, hè? Nee, dat kan niet. Hij moet zichzelf goed oplijnen. Nou, intussen, Shido en Showstopper, die zitten gewoon naast elkaar. Gaat dit goed? Ah, Showstopper pakt ook aan de buitenbaan. Hij zit ervoor. Volgens mij toch naar Enjoy. Raccoon Dog neemt nog steeds zijn eigen lijn. Oh! Nee. Ja, hier kan hij niet inhalen. Enjoy, ja, die moet zichzelf wel goed opleiden nu. Ja, nu komt hij. Dat kan niet gebeuren, denk ik, ja. Oh, hij kiest de binnenkant. Hey! Ik beweeg mijn stuur niet, hè? Nee, het gaat goed, toch? Nee, hij raakte me gek. Ik zag het niet. Ja, ik zat gewoon helemaal aan de buitenkant van de baan, coach. Ja, er was geen ruimte. Ja, oh, weer actie! Hij pakt hem weer terug, hoor!
En dat dit doet me, doe me toch een beetje denken aan Raimundo, Smash, nou ja. Ging ook op plek 6. Oh nee, dit ging dan op plek 5. Nou, nu dan. Zie je, dan ga ik in Alphys. Alphys zit op een beetje een vervelende lijn nu. Hij moet deze exit goed pakken. Ja, dat wordt nog wel eens lastig. Alphys, wat gaat hij doen? Hij komt eraan. Gaat hij verdedigen, of niet? Ja, hoor. Ik heb een fucking tent slapen. Oh, hij kiest toch de binnenkant. Niet hard genoeg verdedigen. Oh. Helemaal van de baan af. Oh, heel. Nou, hij blijft ervoor, hij blijft ervoor. Oh, ja, hij blijft ervoor. Oh, oh, geeft hij de ruimte? Ja, Alves geeft netjes de ruimte. Oh. Oh, gaat dit goed, jongens? Ja, hij geeft ruimte, hij geeft ruimte. Nou, het ziet er spannend uit wel, boys. Ik zit er dan van afstandje mee te kijken, maar... Oh ja, Koos moet toch oppassen hier. Hij moet een goede exit pakken, want het kan nog wel eens vervelend voor hem worden. Koos heeft uitzicht op podium vanaf daar. Blijft hij verdedigen? Ja. Gaat de vierde buitenkant lukken? Oh, Koos laat hem staan. Geef... Oh, helemaal via de buitenkant. Ja. Ja, dit was onhoudbaar. Netjes hoor. En op harde banden, hè? Ja. Ja, nu moet hij oppassen voor de volgende. Sido met ook met harde bandjes. Die komt er ook alweer aan. Ja. Ik moet naar binnen nu, dus maakt ook niet zoveel uit. Nu al? Dat gek dan. Ja, rondje 17 is best goed. Nou, ja, voor kreeg... toch wel redelijk normaal, of niet? Ik wou zeggen, ik kreeg bericht pit window. Ja, pit window doet dan nog twee rondjes, dacht ik. Ja, maar dat bedoel ik toch? Dat moet toch zo naar binnen dan? Ja, zo. Ah, nee, toch. Ja, zo meteen, ja. Ondertussen blijft het vooraan ook zo spannend. Ja. Gaan we even naar een, ja, naar een hogere klas van de Formule 1. Caps en Senior. Ik denk jullie gaan meevolgen. Ah, dat willen we ook nog wel even doen. Nou, we hebben de rode lataat meteen. Ja, Sion gaat er gewoon duidelijk langs de buitenkant langs. Geen verdediger aan hier. Kan Caps wel terug doen. Oh, kleine touché. Touché. Het is een klein stukje door het gras. Ah, hij kan de binnenkant het pakken. Ah, hier kun je niks doen, denk ik. Oh, en Sion is inmiddels binnen de seconde op Koos. Oh, heel wijd voor Siliot. Oh. Ja, hier zou Caps nog wel eens terug kunnen komen. Alhoewel, veel topspeed voor Siliot. Enjoy en Alphys, ja. De McLaren's hebben toch wel problemen. Problemen? Ik ben van P11 gestart. Ja, maar na de safety car hebben jullie wat problemen. Jullie hebben toch niet helemaal die race pace. Alphys ook niet. Ik ben vier plaatsen hoger dan waar ik ben gestart. Ja. Dat doen we niet aan. Wij doen alleen aan denken op, aan het moment. Maar vernederen doen jullie. Zeker. Ja, dat ook, ja. Ja, daar komt hij hoor. Sido, die gaat het vernederen. Die maakt het kapot. Oh, gaat het vernederen? Even kijken. Ja, hij gaat er gewoon volledig langs. Dit is kansloos. Alhoewel. Oh. Nee hoor. Volledig er langs. Oh, nee. Klein foutje van Sido. Ja, dat heel oh, ja, dat moet je altijd een touché. Dat kan nooit. Oh, sorry. Dat natuurlijk niet, Jonas. Oh, weer een touché. Hij gaat hem met tik. Hij gaat hem met tik. Kan toch niet? Sorry, Sido. Mijn fout. Ja, het is niet spannend in de wedstrijd. Maar... Levensgevaarlijk, die twee. Gelukkig, dus... En ondertussen enjoy met de andere McLaren. Oh.
Ah, een beetje slechte exit hier, dit wordt hem al niet meer. Geel in sector 2 en 3. Als het blijft. Nee joh. Niks verbaasd, hè. Iedereen. Nee joh. Les rijdt inmiddels op een rondje. Oh, de coach. Zit ook voorbij. Dit wordt nog wat, jongens. Coach is natuurlijk een beetje boos nu. Ja, ik hou ze op zo meteen, dus dat wordt nog leuk. Waarvoor zou ik boos zijn? Ja, maar de Koen ook weet wat voor lijn hij moet nemen hier. Zo, hoppatee, zo een paar meter extra. Nee, dit valt mee toch? Deze valt mee. Nou, ja, dit keer was er maar 4 wielen over de lijn. Oh, en Joyce wel voor Alvis nu. Maar wat gaat Koos hier doen? Hij zit er vlak achter. Oh, Jezus! Oh, nee, oh, blijft aan de binnenkant zitten! Oh. Oh, dat dit goed gaat, mensen! Ah, boy. Dit is netjes gedaan. Heel goed gedaan. Oké, Cooper. Ja, die rijdt gewoon weer even. We hebben ogen te weinig, jongens. Sinnoh gaat hij ook nog pakken. Hij pakt hem ook nog! Hij doet het gewoon! Oh, dat redt hij niet. Dat redt hij niet. Dit is te laat. Pas op die. Waarom? Hey, Sinnoh, excuus nog, man. Blijft erbij gekozen, die Sinnoh. Levensgevaarlijk. Ja, daar ben ik van mee. Die Sinnoh, dat is echt een levensgevaarlijke klant, inderdaad. Schieten links en rechts, schieten ze voorbij. En maar wieven? Nee. Precies. Ja, Sinnoh heeft al wel flink wat incidenten meegemaakt inmiddels. Ja. Hij heeft één voordeel, als hij voor zijn teamgenoot gaat eindigen. Tenzij hij DNA. 4-4-5. Of als je blijft daar wat anders op te zeggen. Blijf wat zeggen, is dat dan? Wat wil ik zeggen? Ga je teamgenoot nog pakken? Ik kan niet. Hij maakt zoveel fouten op het moment. Maak die fouten! Ja, hij heeft mij er al afgebeukt. Daarna beukt hij, komt hij met Kozen in een incident. Daarna gaat hij zelf weer. Nee, dat incident bij mij was echt volledig mijn schuld. Ja, nee. Ik probeerde een move, maar het paste net niet. Yep. En het is helemaal tijd voor Siniot. Ja, zeker. Zit er trouwens een verschil in tijden van pitstoppen of is dat gewoon altijd gelijk? Nee, is niet altijd gelijk. Er zit maar... iets variatie in de pitstoptijden volgens mij. Volgens mij zijn het 10 seconden. Want, het vleugeltje moet verwisseld worden, wat is er gebeurd? Dat is een duur. Ja. Ik denk de Siniot aan begon ik. Oh. Ik heb geen Siniot. Dat vind ik echt asociaal, man. En waar komt Caps dan weer uit? Komt hij toevallig... Ah nee, hij komt niet bij Kozen. Dat is toch weer jammer. Nee, ja, hij komt er Kozen er duidelijk voor. Ja. Ik had Caps met Blast. Ja, die kan naar de Sinnoh toe. Nog net niet. Dat zie ik wel heel even, ik zal Caps even een tip geven. Je moet oppassen voor die Sinnoh. Oh, Raccoon Knock! Cliché! Kleine spin! Nee, ik heb hem niet aangeraakt deze keer. Nee, ja, ik zag wel dat ze. Maar je keek ernaar, het was jouw schuld! Het is wel toevallig. En Enjoy gaat op weg naar Cheetah gek. Die gaat richting dat podium. Moet dan de tweede... pizza kost deze ronde? Nee, ik heb nog niks gehoord. Ik ga nu. Alleen okay. Deze ronde. Ja, maar er zit toch 12 seconden tussen ons, dus ik was net gecrashed. Ook weer, hè? Pit ergens. Krijgen we hier nog wat pit battles? Dat is de vraag. Gaat Enjoy nog een undercutje proberen zo? Hoeveel ronden is 35 seconden. Als je nu al 22 rijdt op de. Oh nee, je rijdt op de hard. Laat maar. Ja. Zijn er mensen met 22 ronden op de softs, denk ik? Dus dan moet je wel 30 op de medium kunnen rijden. Ja. Nou, normaal is het hier voor een soft medium. Zie je niet in de pit? Die is er al bijna weer uit. Ik rij hem uit op de softs, man. Fuck it. Heel goed. Fluisteren. We hebben wel even een safety car nodig, jongens. Ik wil even maar Sinnoh is bijna weer bij Coast. Oh, oké. Okay. Oh, nee, dat is goed. Dan heb ik alweer genoeg entertainment. Wat is... Oh, oké. Okay. Blast! Wat doe je? Andere Aston, die rijdt hem gewoon in de... Jezus! Wat is dat? 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 Wat is dat?
Jezus, Sinno, heb je hart ervoor? Een pietje? Jezus! Die gast die rijdt gewoon recht om in, hè, T-Bone! Zat erachter! Ja, maar ik moet er ook bij je achter liggen, dus... De vraag is, gaat Koos jullie pits opzoeken zometeen? Ja. We zien daar iemand heel wijd in de achtergrond gaan, dat moet Blair zijn geweest. Heb je geen schade, Raccoon? Nee, maar mijn bandjes zijn wel op. Ga je naar deze hond. Gaat hij hem nu pakken, die zin op? Oh. De M&R gaat 2.0. Gelukkig niet, maar ik moet toch naar binnen. Ik ga deze ronde doen. Oh. Ik ga toch naar binnen, denk ik. Heb je schade of niet? Nee, plan. Oké, dan ga ik achter jou aan. Hij komt kunnen, nu achter Sido aan. Dit wordt ook wel interessant, jongens. Oei. Mag Sido hem uitrijden op die harde bandjes? Ja, wat een race, bedoeling. Jongens. Ja. Koos kan wel naar geel, hè? Ik weet maar dat hij dat gaat doen. Ja, geel, uiteraard. Stop van 2.5. Netjes. Oh, what's up, Sander? Goedenavond. Blijf je toch in de buurt van show stoppen? Ja, hij loopt er zin in. Hit battle toch wel een beetje. Oh, daar komt hij. Sido doet niks. Up to speed now. Laat hem er zo voorbij. Ik heb dit nog zoveel overspeed, joh. Dat is toch weer jammer, niet eens. Beetje op battles, hè? Nou, enjoy dan maar op, voor de leiding in de race. Ja? Gaat het hem lukken? Zullen er een kleine safety car in zitten nog? Oh, hij gooit de DRS heel vroeg dicht. Hij wilde van manier. Het zijn sowieso vandaag dubbele punten, hè? Want Niels is eruit. Klopt, ja, dubbele strafpunten. Mijn pitstop net die duurde 11 seconden en ik had geen schade. Hm. Ja, dat is lastig, man. Enjoy the night. Slikke night. Ja, dat komt omdat je vrij dicht van de showstopper daar binnen ging. Ja, maar ze kunnen toch wel een beetje doorwerken, of niet? Gewoon ja, dat kennen ze niet zo goed daar. God, man. Hoeveel seconden zat er tussen? Hoes! Ja, 15 of zo, maar ze konden er niet doorwerken. Oh, caps! Dat was snelste ronde. Gecrashed, maar toen... Oh-oh. De game is er niet op. Nee, ja, is ook wel leuk om te zien. Inhalen. Kom eraan, Caps. Gita is terug met Blasie. Ja, ga maar aan de kant, Blasie. Er zit iemand achter je. Dat is een boutje van bestuur. Ja? Gevallen. Ik ben er niet meer achter me. Je hebt ook echte schade gewoon. Stuur is dat is wel realisme, man! Ja. Kut! Welk merk is dat? Oh, penalty! Oh. Ja, dat zat er dik aan te komen natuurlijk voor die Raccoon Dog. Ja. Die ging er altijd bij. Die had een eigen baan gemaakt. Oh shit, ik zag je weer helemaal niet op die map, joh. Ja, ik zeg het toch, Ik dacht dat je Koos bedoelde. Je hebt toch spiegels waar je in kunt kijken, of niet? Nee. Niet op een Formule 1 auto, man. Die zet ik ook altijd uit. Ja, inderdaad. Is het nog ergens een close? Nee, niet echt. Dus, het wordt een beetje saai zo. Had je die uit moeten vallen? Ja. Op dit moment heb ik toch even... Kan ik niet in mijn eigen auto nog niet meer stappen en gewoon even meerijden? Even als een Joost meerijden. Nee! Oh, daar gaat Sido! Ja, met een Godverdomme. Dat is klaar, dat is klaar. Safety car. Sommigen zullen zeggen dat dit karma is. Maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Ik mag het zeggen, maar... Wat is er gebeurd, Sido? Kijk dat ik een polletje raakte. Dan kunnen we even de safety car doen of niet, hè? Het zou leuk zijn als je nou jezelf zou kunnen inlappen, hè, Blair? Ja, daarom. Blair, voor de sensatie, gewoon proberen. Ja, precies. Nee, dat is punten, man. Ja, punten. Is hij dat gevallen?
Ja, ik moet toch blij zijn, voor zijn, terwijl zijn team gewoon uitgevallen is, hè? Een beetje respect voor je mede-Limburger, hè? Kom op. Ik vind het smerig. Ik bedoel, je mag blij zijn met de punt, maar je gaat niet zoals Hamilton zitten vieren. Oh, dat is straf. Te snel tijdens de veiligheid. Wacht op, jongens, straks krijg je nog een black flag, joh. Die kan je pas weer pakken als die safety car weg is, toch? Of niet? Ja, ja. Ja, dat is zuur. Heel zuur. Staat die straks op twee rondjes. Dan zou ik maar proberen te rappen. Ja, gewoon even bij één auto proberen. Als het kan, gewoon, dan kun je het gewoon bij de volgende auto proberen. Dit is wel een goede test. Ja. Ik hoorde van de Alphys dat het kon als iemand in zijn menu ging zitten. Oh, oké. Nou, we zullen het zo doen. Ja, op zich. Ja, nu wordt het wel interessant, want Koos zit er bij Showstopper en Raccoon Dog. Nou. Ja, je kan ook buiten de baan gaan. Als je buiten de baan gaat, dan kan je ook gewoon ingehaald worden. Ja, je zou kunnen zeggen als iedereen die dat iedereen hem op menu gooit, dat het beste lukt. Ja, ik ging even naar Alcimo in. Als je buiten de track gaat, dan kan iedereen ook gewoon langs heen. Die is DNF dus. Ja, maar dat is wel druk. Ja, gewoon, als dan in het menu gaat als Blaster aankomt. Ik weet niet wie trouwens, nou wel, ik weet niet wie die op zulke gelet is. De eerste die je tegenkomt, moet even zijn menu gaan. Ik ben ook wel benieuwd. Maar de vraag is, mag hij dan ook de safety car voorbij? Dat kun je proberen, maar weet je. Als hij groene licht heeft, ja. De safety car zou ik niet doen, omdat ik dan gedisqualificeerd word. Maar zie je dan, heb je dan ook maar die 10 seconden om het terug te geven of zo aan de safety car? Ja, als je de safety car voorbij gaat, kun je meteen weer in de rem gaan. Ja. Heel zag je bij NASCAR die guy die de safety car ging pushen? Ja, heeft die. Je zat er vannacht te beuken gewoon, hè? Ja, maar dat is gewoon NASCAR, dat is toch mooi aan de NASCAR. Nou, wie zit er maar bizar dat dat niet gewoon je einde van je carrière is als je dat doet. Ik zweer je, als je dat in Formule 1 doet... Dan ben je klaar inderdaad. Als je gewoon vol inbeukt op de... Het ding is alleen... Ik denk ook niet dat het gaat gebeuren. Ik denk niet dat de safety car überhaupt iets voelt op dat moment. Nee, zeker, maar... Dan nog lig je eruit. Ik moet het nadeel. Ziet er, ga ik graag kort in het menu. Blastfire, kunt jij op AI gaan? Probeer dat eens. Laat ze weten als het weer begint. Ik ben mijn stuurtje aan het vastmaken. Ja, ik heb er een achterrijden. Ja, dat voor jou komt dit van de stek uit. Kijk of je cheat hebt, ik heb Cedo eraf gebeukt. Lijkt Cedo. Nee, dat is van de achterrijden. Wacht even, Blastfire, ik ga eens proberen dat daar op PC ook kan. Ja, je moet even in het menu blijven. Ja, het lukt. Ja, het lukt. Ik ja, ben, maar nu wordt Blast dus genaaid. Dat is niet waar. Genaaid, jongen. Dit zou ik niet accepteren. Maar hoe kan je hem voorbij? Als hij op AI gaat. Oh, ga ze bij jou, Blast? Blast. Nee, maar even zonder gein, want anders gaan we ongelukken krijgen wat echt fucking zonde is, als je een achterligger bent. Iedereen dacht ook Blast. Oh, ik ben met de cheat eigenlijk. We hebben de caps. Ja, je bent hem. Lekker bezig, Blast. Pak ze allemaal. Oh, hij mist de bocht. Maar, dit gaat ongeluk opleveren. Ja, nee, maar moet je proberen te unlappen. Ja, pas op, hier moet je oppassen, want we worden straks gedisqualificeerd. Terug, hè? Ja, gaat goed. Oh, netjes. En hij is weg. Gaat hij die snelste race nu neerzetten? Blijf, kom op pushen. Ja, lekker trek, wie weet. En crash. Ja, ik voel hilarisch. Ik ga een drive-through op mijn scherm. Ja, hij heeft ook een drive-through. Ja, dat is wel. In buspak ook nog. Wow. Moet Blast nou de safety car weer pakken? Ja. Oh, daar heb je nog even de tijd, denk ik. Maar bij mij staat het nog steeds dat Blast op een lap staat. Dus zou die nog steeds op een nog een ronde staan? Het zou me niet verbazen, laat ik het zo zeggen. Ik heb al veel pits op het gaatje. Blast was natuurlijk druk bezig met het record hoeveelheid... front wings. Ja. Kijk of je weer brug kan pakken. Ja, en ik zie dat degene die daar op het moment de houder van is, Kate, zit hier in de chat. Oh! Ja, die heeft het record van Monaco. Dat waren er minimaal 20. Wat was het zo erg? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik was zo verbaasd toen wij Monaco reden. Volgens mij was er geen uitvallen, toch?
Of één? Nee, we hadden geen uitvallers, maar we hadden ook alleen maar mensen die zeg maar Monaco wouden rijden, want er waren maar een stuk ja, op negen. Ja, waren we echt een hoop lafaards, ja, dat klopt. Ja. Hey, en voor de mensen die nu wel mee rijden en toen met Monaco niet, lafaards! Lafaards! Je weet wie je bent. Je weet wie je bent, ik ga geen namen noemen. Bobo's. Omdat ik niet meer zeker weet wie het was, anders had ik zeker je naam genoemd. Oh, ze doen we niet. Oh, wat gebeurt? Oh, ja, misschien meteen op het moment dat hij dat zegt, dan valt hij meteen natuurlijk, ja. Dat is pijnlijk. Oh. Dat zien we maar over aan de commentatoren, want daar heb je altijd weer karma van. Hé, hey, Koos, ik heb nou minder fuel, dus misschien gaat die bocht nu wat beter, wie weet. Ik ga er maar niet vanuit. Je wou proberen. Ik weet niet, als het langer niet hoeft, dan... Een blast, is hij al bijna weer aangesloten. Ik heb inmiddels 5.31 laps extra fuel. Ik moet even de trackmap even aanzetten. Oh, hij zit helemaal aan de andere kant van het circuit hoor. Hij moet nog een stukje. Rijs een beetje door, jong. Op deze manier hebben we nog wel een paar rondjes te gaan van die safety car. Ja? Nou, je hoeft niet bang te zijn dat iedereen dat niemand meer redt op zijn banden. Als iedereen gefit is, dan redt hij sowieso. En dan krijg je met die Delta step. Met die Delta zooi. Moet je aan de Delta houden? Ja. Nee toch? Huh? Ik dacht dat het is gewoon een safety car, kill. Ja, net even wel. Nee, niet meer. Ja, je liegt gewoon, maar gek! Dat is echt Je bent zo'n slechte leugenaar, jongen. Je kan ook gewoon zeggen, oh ja, je hebt gelijk. Ik ga vol gas geven. Deze man doet echt alles aan om zeker weten in de top 10 te eindigen. Best wel bijna gekregen. Ik ben er wachten op elkaar rijden dadelijk. Zijn penalty weg? Maar Kep, ben je plaats ook kwijt? Daar verstond niemand wat van, maar Kep is een spin volgens mij. Ben je plaats ook kwijt nu? Ja. Helaas wel, ja. Oeh. Ja, als je kunt erbij wel als je eraf gaat wel. Het blijkt dat de AI de banden niet opbrandt. In de slap, nou dan mag je nog doorrijden, Blef. Sluit je niet eens aan op deze manier. Ja, safety car die heeft genoeg van. Ja, ik wil zeggen. Ik ben klaar met die. Opstaan met die gast. Allemaal wat. Dan maar meteen die drijf goed pakken. Oh, wat gaat hij nou doen? Wat schrik daar? Oh, dacht hij! Hij dacht, Megan zijn bek helpt, dan maak ik niks af. Ik ga gewoon rechtdoor. Ondertussen gaan we weer beginnen. Simeon zit er weer klaar voor. Oh ja. Ik ga bij Koos meekijken. Dat is altijd wel spannend. Ja, dat is altijd leuk. Ik ga achter Koos meekijken. Hij heeft een RPM bump. Dat vind ik een beetje irritant. Dus dat doe ik. Dat zit niet gewoon als je cheat. Die RPM. Dat zit er vlak achter hoor. Oh ja, en daar heeft Caps de eerste alweer. Oeh, nu mijn ik het zo weer. Niks aan de hand. Dat bandopwarmen is toch een beetje een probleem, heb ik idee bij Caps. Ja, Ferrari. In last van. Gaan we hier nog wat zien? Voorlopig is iedereen heel netjes. En dat is toch een beetje jammer. Kom eens zitten kijken. Nou, misschien dat Koos weer wat druk kan gezet op showstoppen, maar die zit ook nog vlak bij Alpist. Caps die kan de volgende voorbij gaan. Maar hier kan dat natuurlijk niet. En Koendok heeft altijd een goede lijn daar. Oh nee, ik ben de... dat is een mindere lijn. Oh, dat was bijna een crash. Ja, ja man. Ah, ik let er niet meer op. Koos kan nu druk gaan zetten op show stoppen. Oh jee, ik heb het. Maar hij moet ook compleet achter zich. Hij moet ook compleet achter zich. Ik weet niet dat er veel tafel is voor hem achter. Oh, allemaal creatieve lijnen hier. Ja. Oh. RPM bug. Weet je niet waarom mijn bandje zit? Ja, Caps, gaat hij. Ja, hij zit er dicht op hoor. Als hij hier een goede bocht rijdt, zou hij wel eens druk kunnen zetten. Ja, dat gaat hij doen hoor. Oh, hij zit ernaast! Driepijpen! Is er nog een mes gevallen? Nee, nog net niet. Ah, nu gaat hij hem beter aansnijden. Hier gaat hij zoveel mensen uit mee pakken, dit kan niet anders. De vraag is, wat gaat Koos tegenover zetten? De DRF is nog niet open. Dus... Ik doe nog twee rondjes.
Ja, het cap gewoon helemaal via de buitenkant, dat kan natuurlijk ook nog. Hij doet een switchback. Ja, dit op zoveelste lijkt meer nu. En, oh, en wat gaat hij, welke kant gaat hij nu kiezen? Kijk, wie al Max bijvoorbeeld in deel 2. Oh, nee, ja. Toch, cap denk ik, ik kies eigenlijk voor mijn geld. Heel verstandig. En hij komt er nu wel langs hoor, Gaat dit goed? Oh, geel. Oeh, dat ging net goed met caps. Ah, baden we. En pak Cap nu meteen de volgende. Pak die ook meteen die showstopper aan. Lijkt er wel op, toch? Ja, dat lijkt het zeker op. Ja, als hij een goede bocht rijdt, kan hij misschien bij de volgende bocht uitremmen. Maar dat wordt hem niet. Kijken of dit een... Nee. Oh, via de buitenkant dan misschien! Terugsnijden. Nee, dat is niet heel veel gelijk. Dit kan niet! Koos! Oh, jammer! Dit is gewoon een keiharde take-out. Ja, hier was, ik dacht eerst, dit gaat mis, maar toen was Caps nog te verstandiger. Maar daarna ging het natuurlijk grandioos mis. Maar Niels, hoeveel strafpunten zijn dit gekomen? Ja, nou, ik kan het allemaal niet meer bijhouden. Hallo, dit was echt niet mijn schuld, vriend! Oh, dat was een vette battle wel, man. Is er iemand uitgevallen, Blaise? Ja, ik zeg het maar even, dat ik dit heb gegooid, maar... Laat het skate. Yo, later, man. Maar hier deed ik toch niks fout? Ik positioneerde hem juist goed. Ik weet niet waarom zij in één keer zo langzaam gingen. Ja, omdat, ik weet niet. Cap zat in één keer heel erachter en toen moest hij eventjes van zijn gas af. Omdat hij er anders tegenop zou rijden. Ik heb wel schade nu, dat is wel kut. Maar ik zag het net niet, want ik zat op de tv-camera en die switchte net over naar op een manier dat ik er eigenlijk net niks van kon zien. Ik denk niet dat hij geraakt werd. Ik denk dat hij gewoon naar balans raakte. Hij spinde. Een mooie achterkant. Ja. Volgens mij was dat. Ja, ik heb wel echt zware vleugelschade. Ik moet wel echt pitten. Kut. Nou, dat is een skepse onderweg naar Alves. Dat is binnen de seconde. Vraag is, gaat zijn team gewoon dan revenge nemen? Nou, één keer is vloek geweest zien wegrennen. Verdedigen dan, hè? Nice. Maar eerlijk, dat was vet racen, toch? Ik bedoel, wat er daar gebeurde. Zeker. Ja, dat zeker, ja. Kijk, het was leuk geweest als het goed was gegaan. Ja. Tuurlijk. Het was letterlijk, eigenlijk, het gevaarlijkste gedeelte zat er al op. Ik verloor alleen de achterkant in één keer. Hier komt Kev heel dichtbij. Kan niet, jongens, kan niet. Goeie Magnus Bucket. Alpes rijdt hem ook goed, hoor. Maar, dit kan niet. Ja, dit wordt hem. Ja, DRS. Het gaat open. Aan de buitenkant. Ja, hoor, veel te veel overspeed. Volledig er langs. Nou, nu nog een... Zo! Ik zeg, de teamgenoten van Alfa die denken, we nemen allebei een ander circuit. Op de lijn allebei, hè? Dus dat is goed. Wat zo'n strategie. Les, heb je nou nog steeds die drive through of heb je al inmiddels ook... Nee, hebben we wat. Je hebt wel een straf. Oh nee, je hebt die 3 seconden, dat je net bij Maggots en Beckers gewoon... Ja. Komt je ook bij de paarden rondes, hè? Komt je ook bij de paarden rondes doen of niet? Nee. Volgens. Nee, hè? Ja, het was gewoon nieuws. If you see a gap and you no longer go for it, you're no longer a racing driver. Ah nee, dat is zeker waar. Zo, ik kijk bij vrouwen, ja. Oh, hier kwam Raccoon ook er heel ver voorbij. Dit leek een beetje gehoord. Was ook. Ja, ik heb ook vleugelschade door die actie van de Koos. Oh, die Koos. Hij zei caps, hij zei niet Koos. Dat was allemaal de schuld van caps. Sure. Oké. Wie het ook was, ik heb schade. Ja, ik ook, man.
Nu worden we heel saai, jongens. Ja! Oh, ja, spanning zijn leuke race geslagen. Hoe is dat te blazen? Ik ben naar Showstopper aan het toerijden. Ja, ik heb natuurlijk 6,5 seconden. Ja. Ja, maar dat was veel meer. Ik krijg toch meer respect hè, voor die commentatoren, dat ze de hele wedstrijd aan elkaar moeten doen als er niks gebeurt. Ja, wat zeg je? Jullie zijn nog met z'n tweeën ook. Ja, ja, daarom. Ja, jullie hebben geen persoonlijke informatie gehad. Ja. Alleen we, maar! We gaan het over hebben. Kom maar in, Jack. Ja, inderdaad, kom er maar even in. Zeno, okay. Kom er maar in. Ja, even met rijden. Ja, ik heb hier net smash vierkantje gehad. En hij, ja. Ik had het niet gezien. Dat is helemaal zijn eigen kroon. Heb je nog een scheidlollige vraag gesteld? Ja, ik heb nog gevraagd of hij een kroon of zijn kiezer nodig had. Oh, oké. Okay. Ja, prima. Het is allemaal veel te mooi in balans. Iedereen is toch op zijn positie terechtgekomen, denk ik. Ja. Ik nog niet. Blijft alleen nog niet. Nou, je haalt ze nog wel in. Allemaal zo foutloos. Saai. Ik heb al genoeg fouten gemaakt. Foutloos wil ik niet zeggen, maar... Er is inmiddels genoeg gebeurd, toch? Zeker. Ik ga een beetje tussen door de rijders heen en dan zie ik één keer in zoveel tijd zie ik weer iemand bij kop, zeg maar ongeveer 15 meter extra pakken. Nee, dat is voor Koendok. Nou, ik zie het toch soms wat vaker wel meer mensen dat doen. Ja, precies. Ik ben niet de enige, hoor. Smeerlappen. Nou, allemaal! Er is een koning erin, moet ik zeggen. Voor het geval dat hij moet er langs rijden. Ik heb soms iets dichterbij het cheat, dacht ik. Misschien dat nog wat kan worden. Alhoewel. Ik denk dat was toch dezelfde pak waar Schumacher in 99 toch ook rechtdoor gegaan is, of niet? Nee, dat was Hangar. Dat was einde Hangar 2. Nou ja, dat was het circuit helemaal anders, hoor. Toen was het veel beter circuit, vind ik. Kun je beter oprijden, hè, op dat oude circuit blast. Dan had je er iets mee kunnen doen. Ik heb ze aan het naderen nu. Nee, maar vanaf veel water, met dat bruggetje en zo, dat tunneltje. Ik heb ze binnen bij de seconde. Al die kut circuits van tegenwoordig blast. Als ze naar die oude circuits hadden, had je gewoon gewonnen. In de open of zo. Ja. Italië, hoeveel? Dan zijn smash winnen. Ik zweet me wel kapot weg hier. Kanonnen. Als ik. Ik heb de volgende keer een beetje rijwind gaan maken. Ik heb geen ventilator meer. Oh. Ik heb weggeflikkerd. Ah, gewoon een paar tientjes bij de action coach. Ja, zeker. Maar dat zeg ik de hele tijd tegen mezelf. Dan denk ik, valt wel mee. Ja, ik heb hem ja, precies dat soort dingen dan, ja.
escape ship in de seconde. The gap to the car ahead is 7.2 seconds. Kijken of hij bij het volgende rechtstuk wat kan. Nou. We gaan nou bellen. Maggots. Maggots. Wie is het achter me? Ik ben op hangar straight. Gaan we wat zien? Nou, dat is te ver weg, denk ik. Ik ben weg, veel te ver weg. Maar als je naar stoot toe gaat, dat red je nooit. Ik weet niet, het zit echt hier. Blue flag. Als je hem naar links zet, zal hij dan nog terug omhoog? Geen idee eigenlijk. Ik denk het eigenlijk niet. Voor de blue flag. Ja, hoe doe je dat tegenwoordig trouwens, Smash? Hoe? Alles op green zetten. Ja, dat wordt lastig, hè? Ik kan alleen nog maar achter de safety car. Je kan, je kan niemand, je, Smash kan gewoon niemand meer er voorbij laten, sorry. Nee, daar komt het eigenlijk wel neer, ja. Ik heb weer een mooie RPM-bug. Altijd fijn om te horen. Oh, blast met 3 seconden. Oh, mooi. Zoek dat op. Oh, nou zit hij er heel dicht achter, Caps. Ja. Wat zoekt dat op? Ik had die blauwe vlag 1 seconde of zo. Hmm. Ik kreeg er zo'n warning voor. Ja, ik zat echt pas net achter. Gewoon op cutting, zegt hij. Ja, dat moet je niet doen. Dat heeft hem niet met blauw gehad, maar ik moet van de bocht niet afsluiten. Oh, ik heb het opnieuw houden, jongens. Hé, hey, ja, jammer. Jammer. Dus geeft Niels je geen punten. Ja. We moeten hem uitrijden. Nou, 80% dan krijg je toch punten of zo. Oké. Okay. Ja, 80% dan niet, ja. Ik krijg ook 80%. Ja, nu dan, Caps. Daar gaat hij, hoor. Gaat Tita wat kunnen doen? Lijkt er niet op. Dan is helemaal een kleurtje, ja. Caution. Te veel overspeed. Ja, zet je nieuw setje erop. Someone's come off ahead of you. Kijk, kijk, kijk. Schrik me dood, Fred. Ja, nou ja. Oh, dat vind ik nog wel mee, hoor. Ik heb ruimte genoeg. Hier, ja. Green flag. Ziet al lekker aan het kijken. Links mee. Thanks, Blast. Maar nog 4 rondjes, Blast, dan ben je er, dan ben je bij de punten. Ja. Alhoewel, welk rondje ga je nu in? Ga je nu het rondje 38 in? 37. Oh. Dan moet je het nog volhouden tot rondje 52. Oh, the pressure, the pressure. 52? Dat is het einde van de race. 42, excuus. Oh. You're increasing the gap on the car behind by 5 tenths per lap. Hou ik ook deze punten als ik er nu mee stop? Oh, dat is ingehaald, denk ik. Als je niet meer ingehaald wordt, dan hou je die punten bij. Ja. Ja, dat is het venijnen. Caps zit mod dealen. De Koenig, die echt, dat is echt verschrikkelijk. Hoe krijgt hij daar geen penalties voor? Vraag je af. Nou, deze was wel extreem. Ja, die was heel extreem. Even. Maar ik was te vroeg met insturen, dus anders zag ik spinnen. En Koos komt toch niet echt heel veel dichterbij bij showstoppen. Ik heb echt veel te veel last van die kapotte vleugel, man. Dus je bent er al, ja. Ja, maar ik zit op 5,5. Ik kan hem misschien redden. Het stond eerst op 8,5.
serious. Oh, blij. Hij is nog heel. Heel of wat? Ja, ik spin er gewoon. Ah. Iets te veel keur opgepakt. Je schade blijft. Nee, nee. Je hebt de kop langs en dichterbij op Enjoy. Ja, nou, laat maar een mooie quick score zien dan. Oh, oh, oh. Oh, nee, dat is niet erop. Oh, oh, oh. Meen je dat nou? En je hebt gewoon niet dat punt? Ah, safety call, wat is het nou? Oh, kom, snel Pieter. Ja, dat kon niet, ik was er net voorbij. Nee! Nee! Wauw. Ik was er echt net voorbij, kijk maar waar ik ben. Het is een gratis pitstop. Ja, ik zie het, zuur. Ik heb tankslap hoor, jongen. Dit maakt voor een leuk einde van de race, jongens. Ja, dat wel. Hoe krijg je het voor elkaar om geen punten te pakken? Je hoeft er nog maar zo weinig. Ik zie gewoon een tankstappen, jongen. En nu zit ik wel met die 3 seconden, dat is wel kut. Ja. Je stuurt ook wel heel, heel agressief tegen toen je toen je een tankstappen krijgt. Ja. Als ik kom, zou ik hier naar binnen gaan. Ja, ik was ook wel even naar binnen gegaan, ja, want zoveel heb je niet te verliezen. Nee, precies. Ja, we rijden... Nog 10 rondes. Ja, ik zou niet naar binnen gaan als ik jullie was, hoor. Dat zou ik echt niet doen. Maar ik ga niks verliezen door nu te pitten. Nee, ik lul ook wel wat. Ik zou wel... Oh, dan een drive-toe! Ik kan er voorbij. Nee hoor, kijk er eens gelijk een drive-toe door. Serieus? Ja. Oh, dan nee. Moet je niet dit doen. Nee, ja. Ik weer naar binnen. Jezus. Iedereen in de pits, iedereen staat in de pits. Nee, gaat er nog iemand buiten blijven en dan proberen iedereen ja, in te halen. Ja, ik ben buiten, maar dat is niet heel slim. Ja, nu zit Enjoy in de problemen, nee. Die moet gassen nu. Oh nee, hij zit achter de safety car natuurlijk. Ja, dit, is, dit wordt pijnlijk. Dit wordt heel erg pijnlijk. Maar dat Alf is er vandoor, hè? Oh, iedereen er straks langs. Ja, die is weg. Kut, hier heb ik niet over nagedacht. Oh ja, 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 ja. New World, als die uit is? Wat bedoel je met New World? Is die game van MMO. 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 Oh nee, joh. Ik speel Final Fantasy. Ik zeg, dan zit je. Ja, ik zeg. Maar die RTX 3090 heeft gebruikt. Een echte killer. Ja, echt niet normaal. Een echte killer, ja. Ik heb toen vorig jaar die preview gespeeld. Release, release. Dat was een alpha preview. Dit was een betere dubbelstack. Dat was, ja, ik moet zeggen, ik vond het wel vermakelijk. Alleen heel dicht achter zat. Ja, niet bijzonder ofzo. Tuurlijk moest ik die vleugel, maar op zich... Maar nu kan ik showstopper wel pakken hoor. Het is discriminatie showstopper dit. Waarom ben je nou weer naar binnen dan? No more scheduled pitstops. Dat mag niet tijdens een safety car. Nee, oh nee, wat een fout. Je gaat die op banen krijgen. Ik heb hier ook even aan even. Ja. Wees geleerd. Ik misschien weer voor Raccoon gaan. Ja, ik heb ook 3 seconden, dus... En wat gaat Enjoy doen? Gaat hij gewoon naar buiten blijven? Gaat hij buiten blijven of gaat hij toch maar naar binnen? Ja, ik ga nu niet meer pitten natuurlijk. Hij heeft een buffer op Alphys van 18 seconden, maar ja, die komt natuurlijk snel aan. Ik wou net zeggen, dat is nu safety car. Ja, precies, we komen allemaal gewoon in het trein. Goed gedaan, hè? Goed gedaan, hè? Iedereen, ja, iedereen. Ja, lekker. Een mooie nakker ben jij, Blast. Weet Equalizer is, Blast. Ja. Ik denk dat als je gepit was dat je nog voor Raccoon ook was gebleven, maar ja. Helaas. Ah, gewoon naar binnen gaan, joh. Nou, hij zou voor je gebleven zijn, hoor, dus... Zo, nu een biertje. Guys, don't drink and drive. Proost. Oké. En het middel van jullie toch hier. Opmaak voor iets spannends. Showstop, heb je zin? Ja, zo. Ja, ik kom eraan. Uh-oh. Nee, na de safety car! Maak je niet druk, showstopper, ik stop hem gewoon af. Ja, 10K. Jongens, ik heb eigenlijk even een polletje in de chat nodig. Ja, doe even.
ken iemand die dat kan, volgens mij. Ik heb niet meer. Is jij geen mod? Nee, zeker niet. Nee. Hij kijkt wel de stream, zegt hij, dus ja, verdient Blast zijn punten. Nee, nee, rechts en regels. Nee? Hij had vijf rondes om te overleven, kom op man! Vijf rondes, hoef je half gas te rijden! Ah, dat is waar, nee. Nee, oké, nee, ja. Je hebt hem één keertje heb je hem gematst, that's it. Ja, oké. Je hebt hem nu gecoacht, hij had gewoon rustig aan kunnen doen, was er niks aan de hand geweest. Nee, sorry Blast, dit is tough love, man. Hier word je een betere coureur van. Ja, dat heb ik al heel vaak gezegd tegen Blijf, maar ja. Het is gewoon een heel slecht weekend voor Aston Martin en voor Alpine. Ja, zeker. Dit is inderdaad een dramatisch weekend voor twee teams, verschrikkelijk. Oh, dit worden vette battles, jongen. Zeker. We zien ook gewoon weer die twee nieuwe teams natuurlijk, hè, met nieuwe namen. Ja, dat zit toch niet mee dan. Blijf fire, dankjewel! Kan niet anders. Je kan me niet omkopen voor punten, hè? Maar... je kunt de koos omkopen wat je wil, maar voorlopig verlik de punten in, dus... Ja. Okay, dus je, als je mij wat toeschuift, dan weet je het nooit natuurlijk. Oké. Kijken. Ja, ik ga lekker bij koos meekijken. Ik kom zelf stemmen. Ja, ik ook het meest actie. Pak gewoon in de... Oh. Ik ga zeker een move poelen. We staan ervoor, bijna stil jongens. Wat gaat Enjoy doen, want die gaat het natuurlijk heel erg lastig krijgen nu. Ja, hij zit er maar aan. Hij begint te snellen. Cheetah zit heel ver. Alf is ook heel ver, wat is er gebeurd? Verder. Ik kan gewoon niet volgen. Oh, Enjoy! Ja, die laat hem natuurlijk gebeuren. Oh, zit hij het op in? Ja, precies. Samen door de bocht. Ho! Ja, Samen door de bocht. Ja. Oh, Koos, Showstormer. Showstormer voorbij, die rent nog gewoon duidelijk uit. Voorlopig Siniot. Samen met Enjoy, gaat dit goed? Dit kan toch niet? Touché. Echt? Cheetah komt er ook. Oh, Cheetah zit ernaast Siniot. Gaat dit goed? Dit kan toch niet? Oh, zag ze gaan, ze gingen niet. Toch een beetje voorzichtigheid, hè. Nou, Koos zit nu achter de volgende aan. Kijk, een Raccoon ook. Ja, hij zit eerst onder druk van shows op te staan. Ja, net het is meer bij shows stoppen wegrijden dan je. Die trek ik heel wijd, dat verliest hij heel veel tijd. Kijk jongens, de pol heeft het bevestigd, ik krijg punten. Ja? Ja, zo werkt het niet, vriend. Nee! Nee, Koos, nee! Oh, nee! Oh, zo ik eruit ging. Bles, wat zegt Alonso dan altijd? Karma. Weet niet. Hoezo karma? Ik heb niks gedaan! Nee joh. Ja, maar zo werkt het ook altijd dan. Geen punten! Maar hé, die banden waar het warm zat? Ja. Kom warm misschien. Oh, Enjoy gaat daar heel wijd. Dit wordt wat. Ziet al dat die Enjoy toch mindere banden heeft, hè? Ah, zuur. Jammer. Oh, hij zit ernaast. Ja, nu zit hij toch wel duidelijk ernaast, hoor. Dit was niet te verdedigen. Onhoudbaar. Nou, ik liet hem gaan, anders was het in tranen geëindigd. Maar dan had hij me hier sowieso gepakt. Kut hoor, waarom ging ik niet naar binnen? Weer op hetzelfde plek, man. Ja, dat ben ik ook wel gegaan. Er is een listige plek daar hoor, dat is echt heel erg kut. Ja, die baan valt een beetje weg aan de linkerkant. Ik vind dat een probleem. Maar ik lift er gewoon. Ja? Nee, ik heb daar ook vaker weggelegen. Ja, maar het ding is, kijk, ik lift en ik denk ik heb softs. Geen probleem, weet je wel.
Nee, die banen trekken eigenlijk wel weg volgens mij, ja. Wat ze doen zeg. Koen ook op Alphys misschien. Dat zou heel knap zijn. Ja. Oh, en Alphys zit daar een beetje op de verkeerde lijn. Oh, maar een momentje voor Koen. Power slide. Voor de Koen ook. Te vroeg op het gas. Dan, ik had wel een mooie overtake op dat stuk. Oh. Ik moet die tractor nog even heen lossen. Ah ja, precies. Misschien dat je dan nog een battle kunt hebben met Koos. Nee, ja. Daar ben ik net te ver voor. En te snel. Misschien voor snelste ronde. Dan en, hoezo heb je geen rode bandjes gepakt dan? Ja. Dus ik kan geen pistol maken. Ja, maar hij bedoelt gewoon überhaupt bij de safety car. Oh. Ja, maar dat maakt weer geel onder pas. Hij ging nog een keer pitten en dat, terwijl hij dacht dat hij de trui terug kan. Alphys gebruikt veel ERS, heb ik het idee, want Raccoon komt lastig dichterbij. Bert, mm-hmm. Als jij in je professionele mening zegt er wat van. Ja, het is een gevaarlijk gevecht. Hè? Zeker. Maar Shita en Joy is ook aan het vechten. Is dit een beetje een leuke baan, Ik vind het op zich wel een leuke baan hoor. Ja, ik vind het een fantastische baan. Dat is alleen kut dat ik soms zo'n kut tankzapper krijg. Omdat ik dan net die blog verkeerd pak. Ik heb het idee dat je vandaag een nieuw woord hebt geleerd. Wat dan? Ik heb echt al 500 keer tankzapper gehoord. Dat kan ik al heel lang. Dat is letterlijk de eerste keer dat ik het je hoor zeggen. En echt al 8 keer. Ja, dat is wel waar. Ik heb het echt al 10 keer van elkaar geleerd. Ja, dat klopt. De race gaat heel goed trokens. Ja, Rokers, dat was vorig jaar mijn teamgenoot, toch? Ja. Ja, ja. Waarom doet Rokers eigenlijk niet meer mee? Ja, dat vang ook eigenlijk af. Nou, hij zit in de chat, dus Rokers, waarom doe je niet meer mee? En hier komt hij hoor, Cheetah gek op Enjoy. Het zou wel cool zijn als een van jullie elkaar nog eraf rijdt. Dat zou Enjoy cool heeft geen RS meer, dus hij loopt er heel achter ben. Ja, dit is gewoon een clean overtake. Ja, dit is Ik denk. Nou, niet helemaal, het werd bijna niet clean. Gaat hij terug? Ik zei toch, Dan kan niet bijhouden. Ik heb echt gloednieuwe softs, man. Nee, maar ik heb gloednieuwe softs. Ja, momentje van Cheetah. Er ligt daar wat dirt op de baan. Ik denk omdat Koos het daarvan afgewezen. Nee, ik had dit keer geen schade. Dan ga ik toch een beetje rustig blijven. Gewoon zo meteen toch maar even kijken of hij bij de volgende keer wel weer kan doen. Mijn prikje. En ondertussen Showstopper komt in de buurt van Raccoon. Nou, hij zet hem hier heel breed aan. Missen lijkt. Wel een beetje ver op de curb. Jongens, een beetje battelen met elkaar, hè? Kom op, doe een beetje je best. Dit valt niet te verdedigen, jongens. Toch een tactische fout daar bij Red Bull. Wat een vernedering. Ja. Echt hè? En dan moet ik eigenlijk wel nog voor de snelste ronde gaan nu, naar binnen gaan en dan... Dan verlies je wel erg veel plekken, dan kom je op de zevende plek terug. Dan krijg je een extra puntje erbij. Ja, maar helaas rijdt daar geen iemand anders aan de leiding waar je ook echt wat aan hebt als hij weer zelfs doet. Ondertussen vind ik het toch knap dat Caps weer leidt nadat hij zoveel problemen heeft. Maar ook wel heel veel mazzel gehad met de safety cars hoor. Nee. Hij rijdt toch? Ah nee, mijn teamgenoot.
Ja, ik hoopte net met DRS misschien wat te kunnen doen, maar... Ja, maar kom er toch wel even van. Enjoy afgekomen nu. Ik ga ook nog proberen. Ah, ik geef schuld aan de Dirty Air. Ja, ja. Goed, goed. Nooit jezelf zo geven. Waarom? Nee, dat doe ik ook nooit. Ik ook nooit. Ja, dat is goed. De wereld. Dus altijd de baan of iemand anders of Shuttel. De hele wereld. Komt er Joy er nog aan? Gaat hij wat proberen? Ah, dat kan eruit niet. Nee, dat kan eruit. Ik zweer je, er zit iemand bij Codemasters, die heeft echt zo'n persoonlijke hekel aan Blastfire. Die heeft echt een speciale code gewoon. Met je tegenkom, man. Met je tegenkom. Ik weet niet of dit het agressie tolereren, Blast. Ja, dat moet je toch maar gaan bannen, Blast. Ja, wij gaan blijven. Misschien dat dat nog eens wat opleept. Oh. Krijgen we misschien 5 nieuwe rijders voor terug. Deze Fanatec set is geloof ik 600 piek. Weet ik niet zeker. Ah, prima, Rokus. Ik zou leuk dat ik hier weer terug zou komen. Oh, nee. Ja, ik wil heel graag Rokus mag terugkomen. Heel? Ja, ik vind het verbouwen thuis. Hey. Dus dat wordt hem even niet, maar... Koos weer een plekje omhoog. Ah. Het zou leuk zijn inderdaad als... Oeh, DNF! Wat nu? Ja. Een DNF van je. Dat kan toch niet? En Enjoy, ja, die zet toch die druk op, cheat de gek hoor. Ja. Hij mist alleen wat ERS heb ik het gevoel. Geen safety car? Nee, geen safety car niet. Of hij is aan het spawnen. Ja, de laatste ronde doet ze niet meer. Maar heel eerlijk, ik zei toch dat ik Raccoon Dog zou pakken? Ja, precies, Koos. Wel zuur rondje 50. Weet je wat zuur is? Leclerc zijn! Dat is zuur! Bijna gaat Enjoy eraf! Dat is iets te veel. Ik ben toch al dicht erachter, hè? Ik mijn ERS opspannen, maak ik fout. Ja, het zat erin hoor, want je zat er zo dicht achter. Het kan nog. Misschien krijg ik één shot. Zit nog binnen de seconde. Wel leuke laatste ronde. Ja, nog twee, toch? Ja, er zijn er nog twee. Maar ik heb echt plus 7 benzine, man. Plus 7 ronden. Ja. Ja, dan komt er al die safety cars. Dat is, ik vind het gewoon kut dat het niet meer kan, dat je geen rich en lean meer hebt. Nee, dat is echt jammer, man. Ja, ik vond het ook wel leuk. Ja, vond het ook leuk. Kijk, fair enough dat je dat van het echt wilt simuleren, maar het moet er ook leuk zijn. Dit geeft toch juist wat extra... Ja, maar ja, weet je, als ze het erin stoppen, heeft iedereen zoiets van, huh, maar waarom doe je dat? Dit is in het echt ook niet. Het was altijd al zo, dus dan zouden mensen... Maar, je weet toch dat mensen altijd zitten te zeuren om alles? Ja, maar dat zijn gewoon neppe mensen. Het had gewoon een optie moeten zijn. Het had gewoon een optie moeten zijn. Dat is wel leuk. Kijk, Enjoy zit er achter. Ik weet niet wat er gebeurd is. Ja, het gaat toch gebeuren bij Enjoy. Ja, het is bizar dat die cheatergek ging er makkelijk voorbij. Alleen nu mist hij toch een beetje snelheid. Maar kregen jullie dat ook de bandenverhoudingen te zien? Nou, we hebben geen tire stats van de AWS, helaas. Nee. Ja, maar ja, die kloppen toch nooit. Die zijn altijd zo betrouwbaar, dus ja, dat is toch jammer. Ik kreeg ze net te zien. Ik kreeg ze net te zien, serieus. Ah, en hoe staat het ervoor? Vertel het ons. Ik heb hem niet gelaten. Ja, jongen. Even wachten, daar komt hij nu. Yo, hey. Op hier de buitenkant, die moet er gewoon. Maar gaat Cheetah stil doen wat Enjoy ook al heeft scheef gedaan? Nee, dat kan toch niet. Nee, veel te ver. Nu was het te dicht. Oeh, momentje weer. Zo. Power steering. Ah, ziet, daar gaat hij weer achteraan. Laatste ronde. Oh! Alles kan nog. Niks is nog voorbij. Ah, hij ik hoop, nog wel dat Raccoon Dog wel zijn 3 strafseconden nog krijgt. Ook nog. Dat vind ik wel verdiend. Wees niet bang, hij reed nog 20 seconden. Hij reed denk ik ongeveer 15 laps voor Blast. Dit kan toch niet, mensen? Dit kan toch niet? Dat ze nog heel zijn. Geef ze elkaar ruimte. Hoe gaat hij zo meteen hier in kops beslissen? Ja, dat kan niet. Dat gaat toch niet gebeuren, jongen? Dit kan toch niet? Nee. Er zijn verstandige mensen. Oh, hier verliest Enjoy een beetje. Hij deed toch een beetje voorzichtig aan. Buckets. Ja, dat heeft hem denk ik toch gekost. Ja.
Nou, wat hier is. Ja, het wordt lastig. Ja, het kan ook. Hij komt van te ver, hij komt van te ver. Tenzij er een fout komt hier in deze bocht, dat kan natuurlijk altijd, hè? Want dit is een lastige bocht. Hoi, bommetje, laatste bocht. Hij kan het, ja. Dood op Galeone, daar gaat-ie! Wat is dit? Krijg ik een bordradio van Ferrari? Ja, van de winnaar krijg je altijd een bordradio. Dan scheelt degene met een bordradio. Oh, wat zuur. Ja. Zet de kooi als ze wil. Mooie race tussen Cheetah en Ferrari. Ik schrok me dood, joh. Ik denk toch dat Enjoy best een kans had gehad op een hogere plek als hij niet, zo dom was geweest om buiten te blijven. Niels, ik wil het niet horen. Hey, het is niet alsof je was gewaarschuwd, hè? En nu even een interview met de winnaar, Caps. Caps, hoe voelen jullie? Geen emoties, die man! Wat een ijskonijn! Ongelooflijk, de nieuwe Kimmy! Ja. Je kunt niet 8 keer gespint! 500 safety cars! Ja! Ja! Je kan niet zeggen dat Caps niet het ongeluk heeft gehad met de safety cars. Want hij kon toch elke keer weer terug aansluiten. Maar ja, dan moet je het toch maar even doen, hè? Hij was degene die als eerste Enjoy voorbij ging. Oh, Enjoy had ik ook mooi tijd als mij, man. Fucking hell. Ik zweet me kapot, man. Dit was echt de race van mijn leven. Ja, Enjoy, toch een drive of the day! Enjoy, drive of the day! Ja, laat je horen! Rijden, denk ik. Ja, ja, nee, ik had in de eerste ronde, moest ik naar binnen voor mijn voorvleugel. Dus ja, dat heb je netjes leuk gedaan. Alleen maar Nederlands op het podium, dat voelt wel goed. Ja, dat is wel beter. Toch fijn dat ik na 2 rondes toch nog een snellere ronde had als dat Blast in de hele race heeft gereden. Dat was een doelstelling. Ja. Oh, ik zweem me kapot, jongens. Jezus, ik meur ook. Nee. Fucking hell. Oh, 1 prikker. Dan. Oh, nee, ik heb vanochtend nog gedoucht. Maar... Oh, zweethandjes, klotsende oksels. En waarvoor? Voor 7e plaats? Voor heel veel entertainment. Heel veel entertainment. Zeker. Ik wou zeggen, het was wel verkeerd. Maar vanaf plaats 10, hè? Hey. Enjoy, vanaf plaats 7. Kijk, netjes hoor. Waarom? Jij bent gewoon blijven rijden. Daarom heb je toch wel plekken kunnen pakken zo. Toch veel uitvallers. Echt veel uitvallers. Goed, ja. Maar ja, ik wil niet over mijn uitvalbeurt praten, maar... Hoort erbij, man. We all been there. Een of andere aso die me zo van achter zo hoppa, zo de barriers en beukt. We all...